Bij kinderopvang De Tijgertjes in Uden werd zaterdag alles netjes klaargezet. Speelgoed stond mooi op zijn plek en alles was aan kant in de verschillende ruimtes. Er was zelfs een springkussen opgezet. Deze voorbereidingen werden getroffen voor de open dag die van 12 tot 4 uur bij De Tijgertjes plaatsvond. De open dag was bedoeld om belangstellenden een kijkje te laten nemen in het nieuwe pand. Toen alles helemaal op zijn plek stond, konden de eerste mensen welkom geheten worden.